Nou, dat was eigenlijk. Ik zat bij Juventus en ik zat eigenlijk wel goed. En Bayern die ging eruit tegen Villarreal in de Champions League. En toen hadden ze contact met mijn zaakwaarnemer. En toen zeiden ze van ja, we zoeken eigenlijk nog een verdediger. En toen, toen gaf eigenlijk mijn zaakwaarnemer van Bayern München verdediger, zou je dat willen? En ja, ik zei van gelijk van ja, als dat de mogelijkheid is, dan zou ik er heel graag heen willen. Dus toen is het eigenlijk in stand gezet. Ik denk ongeveer mei, juni. En uiteindelijk in midden juli was het rond, dus zo eigenlijk tot stand gekomen. Nou, ik denk dat sowieso de club heeft een heel groot aandeel in. Ik denk dat Bayern München altijd heel erg, ja, nu dan met de transfer van Kane niet zo, maar normaal gesproken heel erg on the low zeg maar de transfers doet. Dus heel erg dat je opeens dan ziet van hey, die gaat naar Bayern München. En dat was bij mij ook zo. Eigenlijk was het heel lang geen sprake van of zo. En toen opeens was het van Bayern München gaat voor de licht. En ja, ik zelf had ook niet echt behoefte om iets te vertellen richting media over waar ik heen zou gaan. Dus, ja, dat was denk ik dan voor de meestal een verrassing, maar voor mijzelf en de mensen om me heen niet zo. Nee, vooral graag naar Bayern. Ik bedoel, ik had het ook goed bij Juve. Ik werd heel erg geliefd daar. De fans vonden me hele goede speler en zagen dat ik altijd heel erg mijn best deed en dat ik altijd gewoon goed presteerde. Dus ja, ik had eigenlijk een hele goede tijd bij Juve. Alleen, als een club als Bayern München je wil halen met eigenlijk altijd een kans om de Champions League te winnen, dan hoefde ik niet lang na te denken. Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. En het zou vooral heel mooi zijn als ik ooit zou terugkeren en ook op het veld mijn hulp zou kunnen geven, zeg maar. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Maar ja, ik ben nu 24, dus ja, ik heb in principe nog wel wat jaartjes, denk ik, in het buitenland. En dan zien we wel hoe het ervoor staat. Ik bedoel, je wil natuurlijk. Kijk, Ajax is natuurlijk mijn thuis. Ik ben opgegroeid. En ik ben natuurlijk ook relatief vroeg weggegaan. Omdat ik heb er wel drie jaar gespeeld in het eerste elftal. Maar natuurlijk, ik had nooit verwacht dat ik op mijn 19e al weg zou gaan. Ik had eerder verwacht op 23, 24. Maar het is eenmaal zo gelopen dat het even iets sneller ging dan verwacht allemaal. Dus ja, het lijkt mij zeker mooi om nog ooit eens bij Ajax te spelen. Alleen ja, dat is gewoon voor nu is dat gewoon heel lastig te voorspellen.